Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 11 augustus 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. In het kader van het eenjarig bestaan van deze uitzending, vandaag en morgen ook nog herhalingen van eerdere uitzendingen. Vandaag betreft de herhaling een combinatie van de uitzendingen van 12 en 13 augustus 2014. Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, dinsdag 12 augustus 2014. D-Star Vlaanderen meldt dat de tests van de eerste D-Star repeater satelliet zijn begonnen. De eerste test van de Parrot tablet sat Aurora zal naar verwachting duren tot maandag 11 augustus. De frequentie is 437,050 MHz bij een dopplershift van 10 kHz. Zo gaat D-Star Vlaanderen verder. De tabletsat Aurora werd op donderdag 19 juni van dit jaar gelanceerd, tezamen met nog 11 andere satellieten vanuit Dombarovsk. De D-Star GMSK Papagaai repeater kan berichten tot 8 seconden spraak opnemen en opnieuw uitzenden en heeft een zendvermogen van 0,8 watt in een sprietantenne. Er zijn nog 2 andere GMSK-transceivers aan boord in deze satelliet. Die zenden telemetriegegevens uit op 435.550 MHz en 436.100. Het vermogen daarvan kan worden afgesteld vanuit het grondstation op 0,8 of 2.0 watt. Tabletsat Aurora heeft ook nog een downlink op 8192 MHz, 8 GHz dus. Lange tijd werd gedacht dat de Oud-V1 van de universiteit in het Belgische Luik de eerste satelliet met D-Star zou worden, maar zij werden bij hun ontwikkeling dus op 19 juni door de Russische tablet Sat Aurora ingehaald. Zie voor het originele bericht dus dstarvlaanderen.be. Nog meer ruimtenieuws, want een amateurpiloot zal naar verwachting rond het einde van dit jaar een tochtje achter de maan langs maken en daarbij in JT65B data uitzenden, aldus de site southgatearc.org die altijd goed op de hoogte is. Het initiatief maakt deel uit van een Chinees plan om een Lunar Orbiter te lanceren, een satelliet dus in een baan om de maan. Heel feitelijk betreft het hier de vanuit accu's gevoerde 4MLXS Lunar Orbiter van 14 kilogram zwaar en dus niet een 100% amateurproject. Het onbemande ruimtevaartuig is onderdeel van het maanprogramma van de China National Space Administration, de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA. Gegevens van het project worden dus uitgezonden op de amateurfrequentie 145.990 MHz in de amateurmodus JT65. Het signaal kan worden gedecodeerd met de bekende gratis WSJT-software. De module is een voorloper van de ook onbemande Lunar Probe Chang'e 5, die waarschijnlijk volgend jaar een landing op de maan zal maken en daarna met monsters van de maan terug naar de aarde moet keren. De 4MLXS zal 1 rondje langs de Dark Side of the Moon maken en vervolgens zo'n 9 dagen na de lancering terugkeren in de atmosfeer van de aarde. Ja, nog een nagekomen bericht, want verder werd vandaag ook nog bekend dat de Bundesnetzagentur, zeg maar de Duitse agentschap Telekom, aan beheerders van Echolink-nodes en D-Star hotspots heeft verzocht om contact op te nemen vanwege een frequentiewijziging. Die frequentiewijziging is nodig omdat er Echolink-nodes zitten op 144.975 en 144.9875, terwijl er daarnaast D-Star hotspots zitten op 145.575. Dit zijn frequenties die sinds ruim anderhalf jaar een repeaterfrequentie zijn. Goed nieuws dus voor PI3UTR, want 2 van de genoemde frequenties zijn in gebruik bij deze repeater, wat in het verleden wel eens tot onbedoelde storingen heeft geleid. België telt volgens D-Star Vlaanderen nog altijd 28 D-Star repeaters die 24 uur per dag online zijn. Daarnaast zijn er nog enkele repeaters in de testfase, gepland of met een gering bereik. Anders dan in Nederland zijn in België bij de komst van DMR een aantal repeaters die voor D-Star werkten vervangen door een DMR-repeater. Dat D-Star er niettemin niet uitgerangeerd is, blijkt uit het aantal repeaters dat nu nog in D-Star actief is. Ik had het al in de vrijdagsuitzending gemeld, maar de Mighty KBC zendt op 31 augustus aanstaande de laatste 2 uur uit dat Radio Noordzee Internationaal op 31 augustus 1974 uitzond. Op die dag dus precies 40 jaar geleden gingen R&I en Radio Veronica een paar uur na elkaar uit de lucht. De uitzending zal plaatsvinden tussen 1700 en 1900 uur Nederlandse tijd op een frequentie van 6095 in de 49 meter band. Deze berichten zijn deze week bij wijze van proef nog iedere dag op of even na 1900 uur te horen op PI2 NOS en vaak ook nog op andere repeaters. Het is nog niet zeker of deze dagelijkse Daily Minutes na aanstaande zaterdag nog op de amateurband zal worden voortgezet. Wil je meer nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld eens op hamnieuws.nl. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Let op, deze uitzending was een herhaling van 12 en 13 augustus vorig jaar. Sommige van de genoemde URL's bestaan inmiddels al niet meer.